dames en heren, Manny Bontes, dan nam het alweer vlog nummer 19. En ik sta op het punt om naar Amsterdam af te reizen. U hoort mij goed. Want ik ga het weer een single opnemen. Ik heb al een zomerhit gehad en dan gaan we op voor een kersthit. Het wordt een heel leuk nummer, denk ik. En daar doen ook grote mensen aan mee. Ik noem bijvoorbeeld een Ruud Benet. Die is genegen geworden geweest om ook een koortje in te zingen. Dus dat vind ik heel leuk. Ik ga het ook met hem 10 december weer de plank op. Het wordt een hele bijzondere Radio Centimo weer. Waar hij mijn gast zal wezen. En waarin ik hem diverse vragen ga stellen. En misschien dat we ook nog wel een stukje zingen. We zijn dus weer in de Soundwise Studio. En kijk eens aan. Ze zijn helemaal in het thema. Speciaal voor mij. Voor mijn kerstsingle die eraan komt. Dag dames. Hallo. Ook Jochem Fluisma. Hey. Hallo. Hey, goedendag Manny Bontes is de naam. Hi. Leuk. Hallo, Manny. Ja. Jij gaat ook meezingen, heb ik begrepen. Ja, ook. En ik vind het een hele eer eigenlijk om voor jou een stukje te mogen zingen. Want ik kijk natuurlijk naar al je vlogs en ik volg je en ik ben abonnee. Oh. Car. Dat alles maar beter wordt. Voor ons. Ah, shit, voor ons en elkaar. Oké, okay, daar. Dat alles maar beter wordt. Ja, hij zit erop, dames en heren. We hebben het allemaal netjes ingezongen. Weer met behulp van Jens, die daar vorige keer ook bij was. En Jens, ik loop even naar je toe, jongen. Ik zou je graag willen bedanken. En aangezien de mensen altijd heel veel drinken in de muziekbusiness, heb ik een lekker flesje Canet voor je meegebracht. Ja, heel erg bedankt, Benny. Ja, en ik ga je gewoon een dikke zoen geven. Hey, Jens, van dat gemaakt. Graag gedaan. Van deze gemaakt, en, mensen. Precies. En dat het maar een grote hit mag worden. Dat moet wel aan bijna. Aan jou zal het niet leggen. Ik wou mij eigenlijk niet in de maling nemen. Zou je wel een leuk vinden.